Hallo kijkers, tof dat je kijkt naar deze goede nieuwe video. In deze video gaan we weer verder op de Creatorcraft server. En ja, hier is er heel wat gebeurd sinds de laatste aflevering. Normaal zou dit de 4e aflevering zijn, maar bij het opnemen van de 3e aflevering, ja, kwam ik erachter dat mijn beeld heel niet goed was opgenomen. En dat is dan heel erg jammer. U vraagt af, wat is dit ding? Is een portaal zodat ik ook naar het dak van de Nether kan gaan. Daar zo in de verte moet nog laden. Had ik een creeper farm gemaakt. Daar kom ik nog een timelapse van als ik die beelden nog heb. Ja, jullie zien het goed. Ik heb al een beacon. Ik had de Wither bevochten in die aflevering die verloren is gegaan. Dus helaas hebben jullie dat niet gezien. We hadden de Wither verslaan en ja, we hebben nu een beacon. Ik heb zo wat half emerald blokken gedaan en half iron blokken. Jullie vragen waarschijnlijk af, hoe kom ik aan zoveel eieren en hoe kom ik aan zoveel emeralds? Zal ik jullie zo meteen wel laten tonen hoe ik aan al deze blokken kom. Hier hebben we dit is het meest lelijke ding ooit. Maar ik wil hier zo'n vissersfarm maken. En dan heb ik er een paar random blokjes naast gezet, zodat ik hier veilig kan EFK vissen. En dit wordt natuurlijk ook nog weggehaald. En hier ik heb villagers. Deze villagers zijn ontsnapt. Maar
Ja, de mijningang moet nog steeds maken door klaar te rollen. En oorspronkelijk stond het portaal hier zo. Maar dan heb ik die verplaatst naar daar. Dan hebben we hier de Enchantment Table. Dat hebben we in de vorige aflevering al gemaakt. Alleen heb ik het nu wat gedecoreerd hier. Dan hier de kistenkamer. Komen hier hebben we wat villagers. Ja, ik heb even de bedden weggehaald. Ik ga de bedden later weer terugbrengen. Hier had ik wat random ovens zitten. En dan hier hebben we de Iron Farm. Die zit hier achter verstopt. Maar ja, ik ga eigenlijk in deze aflevering net hetzelfde doen als in de aflevering dat verloren is gegaan doen. En dat is de wieder bevechten, want ik heb weer eens 3 wieder skulls. Ik heb looting 3 op mijn zwaard. Dus dat helpt heel erg met, ja, je weet wel, die skulls we krijgen. Het is eindelijk tijd dat ik het full nether uit ben. De creeper farm werkt best goed, want ja, hieronder hebben we heel veel gunpowder. We hadden zelfs meer, maar daarvan heb ik al TNT gemaakt. Dus hit. Hit. En nu het laatste stukje. En als het goed is, is dat ook een advancement. Ja, het is een advancement. En de iron armor mag weg dan. De villagers breng ik wel later weer terug naar hun plek. Het maakt me ook niet uit of ze nu doodgaan of niet. Ja, ze moeten zelf maar weten wat ze doen. Mijn meest belangrijke villagers heb ik wel daar zitten, zoals de mending villager, die zit veilig. Die kan niet ontsnappen. Ik ga wel mijn fortune pickaxe even aan de wegzetten. Want ik wil niet doodgaan met die pickaxe en mijn silk touch doe ik ook even aan de kant. Want ja, ik wil niet doodgaan met die pickaxes, want die wil ik absoluut niet kwijt. Oké, spannend. Ben er klaar voor. Oké. Strength eten, drinken bedoel ik. En dan vechten zeker. Misschien heb ik mijn potion iets te vroeg ingenomen. Oh nee, dit loopt nog verkeerd af, heb ik het gevoel. Sneller. En nu kan ik mijn zwaard gebruiken. Nog zo'n potion. Kom op, ik heb hem bijna. Dit loopt verkeerd af. No way. Oké, snel armor aandoen. En vechten. Hij is bijna dood. Trekken, terugtrekken. Ik heb hem bijna. Hij is low. Hij is low. Ik ga hem pakken. Ik ga hem pakken. Ja, we hebben hem bijna. We hebben hem bijna. We hebben hem bijna. We hebben hem bijna. Ja, yes, we hebben hem. Oeh. Ja, ik heb nu ook de beacon al gemaakt. Ik weet al waar ik die beacon wil
zetten. Ik wil die bij Shopping District zetten, zodat we daar ook een beacon hebben. Dus waar zet ik die even denken? Ik denk dat hier wel een goede plek is. Ja, het is nog voorlopig nog maar met één laag. Maar daar moeten we het maar even mee doen.